Het defensieapparaat moet worden klaargemaakt om cyberveiligheid te kunnen bieden. En zal er daarvoor binnenkort een speciale afdeling in het leven worden geroepen. Woorden van defensieminister Krishna Kumari Mathura vanmorgen bij een persconferentie op haar departement. De minister zegt dat er meer informatie over het orgaan bekendgemaakt zal worden. Waar we heel weinig aandacht hebben besteed is de cybersecurity. We hebben voorwaarden gecreëerd. In januari gaan we beginnen met de selectie van een team die opgeleid gaat worden. En we gaan dan beginnen op te zetten onze unit cybersecurity. Dus dit jaar hebben we eigenlijk alleen maar de voorwaarden kunnen creëren. En volgend jaar gaan we concretere stappen zetten om die afdeling op te zetten. Want het is heel belangrijk. Digitale ruimte is heel belangrijk. U ziet, alles gebeurt via high-tech, administraties van heel belangrijke bedrijven in Suriname. Gebeurt via gebeurt digitaal. Mathura zegt verder dat de totale gemeenschap de bescherming moet genieten tegen deze internationale dreiging. Een van de randvoorwaarden om dit te gaan krijgen is het verder werken aan leiderschap binnen het apparaat. Er is de afgelopen tijd aanzienlijk hieraan gewerkt, merkt de bewindsvrouw op. We hebben gezien dat zowel bij Defensie als binnen het leger op een heel laag pitje is. En wat we hebben gedaan is, we hebben wel fondsen gezocht en we gaan januari beginnen met een team te selecteren. Te kijken naar de eisen. Een team van ongeveer 15 mensen. De minister zegt dat er na de selectie een opleidingstraject zal worden uitgestippeld. Wanneer het team een feit is, zal er verder worden geïnvesteerd in specialisatie. Er zal ook een plan van aanpak komen ten aanzien van het vraagstuk cybercriminaliteit. Het opzetten van de afdeling is naar zeggen van de bewindsvrouw één van de gestelde beleidsdoelen, welke prioriteit geniet.